Dit hier is Duffy. Duffy woont op Alaska en dacht, weet je wat, ik reis af naar Antarctica om vervolgens in te gaan breken op het Stafeiland. Mensen, komt deze kroon jullie ook niet bekend voor terwijl ik hier op Stafeiland sta? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van PlanetCraft. Mensen, vandaag in PlanetCraft ben ik helemaal vanaf Alaska naar Antarctica gevaren om vervolgens hier uit te komen bij het fort van de staf. Weet ook allemaal, Antarctica is van de staf en ik ben heel erg benieuwd, wat valt hier eigenlijk allemaal te vinden op dit stafeiland? Want er zijn hier dus iglo's en ik heb zoiets van, dan moeten er natuurlijk ook enorm veel spullen of weet ik wat allemaal te vinden zijn. Heb jij natuurlijk er vandaag zin in, mensen? Klik allemaal lekker daar de duimpje omhoog aan. En als je nieuw bent, abonneer, welkom. Voor de mensen die misschien een klein beetje verward zijn, die denken, Duffy, je zat toch vast in een ruimteschip? We moeten nou eenmaal op PlanetCraft het gebeuren van roleplay en dit soort video's apart houden. Omdat ik natuurlijk anders geen PlanetCraft kan spelen. Dus voor de mensen, ja, voor de roleplay zit ik vast, maar voor dit soort video's niet. Met dat gezegd hebben, mensen, laten wij gewoon eens even lekker hier bezig gaan hier op Stafeiland. Wat er dus is, de staf van Antarctica, kortom gewoon de mods, die leven dus, om zomaar te zeggen, op Antarctica. Ze hebben hier een soort van, ja, expeditie in ruimte, of hoe ik het ook maar moet noemen. Je ziet het ook al met een muur eromheen en alles erop en eraan. En ik heb zoiets van, oké, dan zouden hier dus ook spullen moeten liggen van, I don't know, de staf zelf, of ingenomen goederen, of weet ik wat allemaal. En ik ben daar gewoon heel erg benieuwd naar. Nou weet ik eigenlijk niet hoe ik hier überhaupt binnen kan gaan komen. Want ik bedenk me nu, ik heb voor de rest helemaal niks meegenomen. Dat is misschien niet helemaal handig, maar... Weet wat? Hebben ze het niet eens op slot? Oké. Ik weet niet, mensen, waarom dit niet op slot zit, maar... Blijkbaar heeft de staf hun gebeuren niet op slot en kan je hier gewoon naartoe. Dat was de meest makkelijke manier van inbreken, maar... So freaking be it. Oké, mensen, we zijn hier nu binnen in dit... Ja, gebied binnen een muur waar vooral veel sneeuw ligt. En we hebben hier dus allemaal iglo. Iglo de Dutch Ruben. En wat hebben we hier? Iglo met roze carpet van Lukin. Wat hebben we? Oh, oké. Dit is dus echt allemaal iglo's van staf, mensen. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of zo. Ik weet niet. We hebben in ieder geval heel erg veel iglo. Oeh, iglo Kildor. Oké, waar ga ik in godsnaam beginnen met kijken? Want we hebben hier dus echt humongous veel plekken waar we naartoe kunnen. Verboden voor mensen die wijsje heten. What the fuck? Oké, ik denk dat we gewoon bij het begin gaan beginnen, mensen. Ik denk dat we gewoon hier letterlijk waar we binnenkomen gewoon gaan beginnen. En we gaan wel kijken wat we hier kunnen tegenkomen, weet ik het allemaal. De eerste iglo aan mijn rechterzij is dan toch die van de Dutch Ruben. De deur staat letterlijk open. Staf inleverkissie. Staf inleverkissie? Oh. Die is in ieder geval leeg. Kan ik hier ergens anders ook nog heen of zo? Nee, dit is echt... Oh. Oké, er zijn dus wel spullen ook echt aanwezig hier op het Stafeiland. Dit is alleen totaal niet waar ik naar op zoek ben. Ik ben meer op zoek natuurlijk naar speciale items. Legendary items, weet ik het allemaal. Oh. Dit is echt wel heel erg matig als ik heel eerlijk ben. Ik had echt high hopes, maar nee. En overigens, dit blokje moet andersom gedraaid, omdat het allemaal daar aan... Nou ja, goed. Mensen, we gaan door naar de volgende iglo dan maar, I guess. Want items, merel mine. Oh, wat? Recepten? Wait, er is hier grim info. Nou ga ik het niet openen, omdat ik zoiets heb van, yo, ik weet oprecht niet wat erin staat, maar er zijn grim boekjes. Er zijn meerdere mensen die dus... In die zin, oké, goed om te weten. En we hebben hier het Rain Cream House Just Rosten. Wat de hel? Dit is gewoon een iglo met een vuurtje erin. Wat heb je in je kisten zitten? Een Dragon Sword? Dit is gewoon een naam Dragon Sword, maar ik zie de texture niet. Voor de mensen, ja, ik heb wel texture pack aan. No worries. Oké, kijk aan. There we go. We hebben eindelijk eens wat gevonden. Pirate Legging. Protection 4. Holy shit. Oeh, dit is full pirate. Oh. Met een bloody sword. Damn. Oh, knockback sword. Wat de hel? Oké, dit is voor de mensen. Met PlanetCraft. Ik weet natuurlijk lange na niet wat het natuurlijk allemaal in games is voor gear. Weet ik allemaal. Er zit echt kapot veel verschillende soorten in. Dus ik vind het op zich wel heel erg vet dat we dit kunnen zien. Wat hebben we hier in godsnaam in zitten? Nog meer pirate gear. Damn. Oké. Twee keer pirate gear.
Oké, mensen, there we freaking go. We hit the freaking jackpot. What the fuck hebben we hier in godsnaam? We hebben hier een Battle Axe Red, oké. Okay. We hebben hier een Crudel Umbral Bow. Mensen, ik ga het waarschijnlijk allemaal helemaal verkeerd uitspreken. Don't freaking judge. Als je het beter kan, moet je het zelf doen. En we hebben ook nog een Mycological Bow. Ik zeg het helemaal verkeerd. Mythological Bow. Weet ik het, joh, mensen. Lekker boeiend, joh. Mycological. Waarom blijf ik het proberen? I don't freaking care. Oké, fuck it. We hebben hier Roman Boots, Roman Leggings, een Roman Chestplate en een Roman Helm. Wat is dit? Een Battle Axe Emerald. Damn. Wat is dit dan? Pink Nightmare Shield. Ja, sorry hoor, maar ik moet toch even kijken hoe mij dit staat. Oké, dit is wel heel vet. Oké, dit is heel vet. Ik mag dit niet volgens mij doen dingen aanraken, maar fuck it, dit is fucking vet. Oké, dan heb je dus Roman. Ik denk dat dit meer een beetje het Romeinse gear moet zijn dan. Damn. Ik heb het nog nooit eerder gezien, joh. Oh, mensen. Oh, jawel, jawel. We vinden hier alien freaking stuff gear. Ik heb er natuurlijk ook wat van. Dus in die zin, ja, ik heb er wel wat van. En wat hebben we hier? Hier hebben we Star Trek Red. Oké, okay, met een Red Forced Shield. Nou, dat heb ik natuurlijk ook alleen dan in pink. En deze zwaarden heb ik voor de rest ook wel. Ik heb alleen geen Bloody Sword. Maar ik moet zeggen, mensen. Zo zie je maar weer. Er is dus echt wel epische loot te vinden hier op Staf Eiland. En waarschijnlijk zullen mensen zeggen, Tuffy, neem wat mee. Ik denk dat ik dan op dat moment een ban heb op Planet Craft. Dus ik blijf er wel met mijn tengeltjes voor de rest af. Oké? Okay? Ik wil sowieso deze voor het laatst bewaren. Nee, wacht. Deze van Kildor. Ik heb die er daar echt goede shit in moet zitten. We gaan nu naar deze toe. We rennen gewoon alle kanten op. Iglo met roze carpets van Lukin. Hij heeft in dat roze carpet. En wat zit hierin? Oh. Wauw. Blokken uranium, wauw. Ik vraag me alleen af, mensen. Hè. Zou dit allemaal zijn ingenomen van andere landen? In de zin van met events of wat dan ook? What the fuck? Oké, we hebben hier een blue bow. Dan hebben we hier een hunter bow orange. Een hunter bow? Dat ding heb ik nog nooit eerder gezien. What the fuck? Oké, nou, dat copper shield heb ik ook. We hebben hier een black falcon shield. Wauw, die ziet er fucking episch uit. AFC met die bird dingen, wat ik allemaal hoek dat ik maar moet noemen. Kapot nice. En dit is natuurlijk wel grappig, roze mensen. Je ziet dus het copper shield. Heeft dus een visual bug. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wat hebben we hier dan? Barbarian chestplate? First man. Oh. Ja, ik moet het heel even aantrekken. Oké, ik moet heel even deze body aantrekken. Hoe ziet dat eruit? Oké, dit is vet. Yep, dit is vet. Oké, je doet snel weer uit. Ik heb het totaal niet aangehad of zo hoor, maar. Hè? Wauw. Ik zweer me, dit is fucking geniaal om hier op Staf Eiland rond te hangen. Wat kan ik hier? Wat is dit? Niks? Oké, okay. Dan is dit. Zie ik nou getrapt? Ik heb geen idee, mensen. We gaan hier weer weg. Oké, okay. We hebben wederom nieuwe gear gevonden. Dat is echt fucking episch. Wat heb je hier? Iglo alla Q. Of tukten. Weet ik veel. Neem een normale naam. Oké, okay, wat de hel hebben we hier? Oké, okay, we hebben allemaal wel kleine iglootjes, maar wel met best wel wat opslagplek natuurlijk. We hebben hier een kist. Oh, wait a second. Titanium, steel, iron, nickel. Black pirate chestplate. Ik heb dus ook iets, mensen. Hè, dat David heeft me natuurlijk ooit wel verteld over die piraten. Ik heb nog nooit ook maar iets van die freaking piraten gezien. Maar dit is wel fucking episch. Dit is wel echt fucking episch. Nog meer piraten shizzle, oké. Okay. Een slapfish met knockback 5. Oké, okay, mensen, dit is een draw item. Een iron boat? Is dat een ding tegenwoordig, mensen? Bestaan er iron boats? Ik wist dit oprecht niet. Maar blijkbaar bestaan er iron boats. Oké. Okay. Healing dingetje. Slow falling. Dit zijn gewoon allemaal gewoon staff items, I guess. Voor de rest niet zo erg boeiend. Oeh, hé, dit. Mensen, deze kroon. Deze kroon. Die komt mij wel heel erg bekend voor. Terwijl die hier op Staf Eiland zit, of niet, mensen? Deze kroon, mensen. Deze kroon. Slash. Oh, ik heb mijn chat uitstaan. Ik kan hem nu niet opzetten. Wacht, ik doe mijn chat speciaal hiervoor aan. Chat. Hidden shown. Slash head.
Mensen, komt deze kroon jullie ook niet bekend voor terwijl ik hier op Stafeiland sta? Oké dan. Dan wil ik natuurlijk niet zeggen dat dit mijn kroon is, maar het komt in ieder geval bekend voor. De Demon Cursor Sword. Sorry hoor, maar... Oh my fucking god. Oh my fuck, wat is dit? Oh. Er zitten hier items in, mensen, daar word je toch eng van? Hier word je toch gewoon eng van? The Order of Ice Sword. What? The Flaming Order Sword. Dit is echt, dit is zo fucking vet. Ik vind dit echt episch. Wat hebben we hierin zitten nog? Voor de rest niks meer. Oké, mensen, ik moet wel zeggen, des te langer we hier rondkijken en des te meer kisten we openen, des te epischer het gear gaat worden. Wat is dit in godsnaam? Plantcraft Headquarters? We waren voor later. We gaan door naar de volgende. Ik kan jullie alleen niet beloven, mensen, zeg ik ook nu alvast meteen, dat ik elke iglo nu in één video ga bekijken, want ik denk dat we dan een video hebben van 40 minuten. Maar ik ga mijn best doen, oké? Okay? Anders moeten we er gewoon de twee van maken, maar goed, zo be it. Iglo van de coole Mike Bakker. Volgens mij ben jij... Een fucking verrader voor de gym en loop jij mij te naaien in roleplay. Maar I'm not sure. Wat heb je allemaal hier voor spullen die erin zitten überhaupt? Oké, dat is niet zo heel erg boeiend. Dat is helemaal niet boeiend. En oké dan. Mensen, ik neem mijn woorden terug. Misschien wordt het geen 40 minuten video. fucking Mike, jongen. Je hebt helemaal niks, hè? Nee, want je komt alleen maar bij mij, kappa. Mensen, we gaan door. We hebben hier de volgende iglo. Iglo van YG. Die heeft ook geholpen overigens. En hij heeft hier ook spullen staan. In ieder geval kisten. En hij heeft hier een ruimte beneden. Oké. Okay. Wat hebben we hierin zitten? Voor de rest niet zo heel veel boeiende dingen op zich. Gewoon wat oars en weet ik het allemaal. Dit is waarschijnlijk een item wat verkeerde texture heeft. Weet ik het allemaal. Hier is voor de rest niks in. Voor de mensen. Ik heb flies als jullie wellicht weten. Dus zo'n gat als dit is voor mij ook niet het probleem. Wat vinden we hier in godsnaam? Grim Visit Event. Weer van die fucking grimboekjes. Come on. En voor de mensen... ik wil niet eens weten wat erin staat. Loot Kyrian's Event. 7-7-2019. Wat heeft hij dit dan geloot van... Wow. Oké. Oh, damn. Wow. Stafkeer. Een Swing Axe Hellsword. Ik bedoel, waarschijnlijk, mensen, kunnen wij deze items ook gewoon krijgen uit crates, weet ik het allemaal. Wauw. Fucking wauw. Misschien niet zo OP, don't get me wrong, maar we kunnen ze wel krijgen waarschijnlijk. Deze kist is leeg. Deze is leeg. Deze is leeg. Privé spullen. Gewoon, mensen, gewoon even wat privé spullen, weet je. Gewoon een beetje privé spullen. Wat de fuck hebben we hier in godsnaam allemaal? Ja, dat is niet zo speciaal. Dat is ook niet, of niet speciaal. Niet boeiend moet ik zeggen. Want ik heb het zelf. Het is fucking speciaal. We hebben hier een orange steel pickaxe met silk touch. Ik heb natuurlijk de groene ervan. Dus er zijn meer van in game. Die kan je amper zien. Maar dat is een black scepter. We hebben hier een flaming order sword. We hebben hier een iron sword. We hebben hier een blue sword. We hebben hier een green bow. En we hebben hier de wc borstel. A.k.a. de swing mace sword. Interesting. Vervolgens hebben we hier de... San Giro Cantana Sword. Heb ik nog nooit eerder gezien. Maar ik denk ook dat dit soort items, mensen, meer bij Japan is allemaal in de buurt zullen zijn. Als iemand dat natuurlijk vindt in een kist daar of op het land of weet ik het allemaal. Dan dat ik dat natuurlijk ga vinden. Want wat moet ik met een samurai zwaard op Alaska, right? Maar goed. Fucking episch. Wat hebben we hier, godsam? Een alien helmet. Dit heb ik nog nooit eerder gezien. Dit soort dingen ook niet. Maar dit heb ik nog nooit eerder gezien. Ja, dit is gewoon Star Trek gear. Dit is Farao. Dit heb ik Farao gezien bij dat Dion dat ik hier heeft? I'm not sure. Holy Priest, dat kennen we natuurlijk. Hij heeft wel een mooie shield collection, moet ik zeggen. Een purple, ik noem dit blauw, maar goed. Een purple force shield, een blue force shield, een yellow en nog een blue. Hij heeft hier nog een battle shield. Hij heeft hier nog een orange blue falcon shield. Dit vind ik echt een heel vet shield, mensen, dit. Gewoon de kleur, de manier ervan vind ik echt wel heel vet. En nog wat Star Trek dingen. En hier is nog meer privé spullen, namelijk een iron chestplate, zwaarden, een ice-shield bow. Oké. Een swing sword, die heb ik namelijk ook. Dat is niet, voor mij ook niet heel speciaal. En nog meer privé spullen. Hier zit in wat platinum.
Ik vind dit vet, mensen. Ik vind dit fucking vet, Staf-eiland. voor de mensen die denken, wat doen ze dan waarschijnlijk met al die spullen? Waarschijnlijk zullen ze deze spullen gebruiken in natuurlijk events of wat dan ook allemaal. Of ze hebben dit gewoon echt geloot. Of ze hebben dit zelf uit kisten gekregen. Want wat het natuurlijk wel is, voor de mensen, ik heb natuurlijk ook op de lobby, om zo maar te zeggen, heb ik natuurlijk moddrank, zodat ik natuurlijk overal makkelijk in kan qua join en join privilege. Maar daardoor krijg ik niet meer credits of weet ik het allemaal. Dus misschien dat ze het ook wel zelf uit hun credits hebben gekregen. Want ik heb natuurlijk ook heel veel credits. Hun kunt natuurlijk ook gewoon crates openen. En wat natuurlijk is, dat deze staf natuurlijk veel meer aanwezig is dan de gemiddelde persoon. Dat ze het misschien daarom wel vandaan krijgen of weet ik het allemaal. In ieder geval, ik denk dat het een beetje daar allemaal van komt. We gaan gewoon door naar de volgende iglo. Fuck it. Wat hebben we hier? We hebben hier Octopusso of zo van Svenos. Hey, verboden voor mensen die Weishi heten. Ik heet Duffy, dus ik vind hier gewoon van harte welkom. Dankjewel. Octopus Watur. Moet ik door het water? Ah, ik moet door het water. Oké, fuck it. We gaan gewoon door het water, mensen. Fuck it. We hebben hier een deur. Oh, mensen, volgens mij hebben we weer een small jackpot gehit. We hebben hier blocks, we hebben hier resources, we hebben hier tools slash stuff shit en we hebben hier weapons and shielded, etc. We gaan eerst voor deze kist met totaal niks boeiends. We gaan nou voor deze kist met niks. Blocks. Serieus, word ik hier gewoon gescamd? Nee, Duffy, dat word je niet. Oh, damn. Oké, er zitten hier zeker wel een aantal leuke oors in. Niet speciaal, maar wel leuke oors. Oké. Tools en stuff shit. Oh my god. Oh. Gewoon die volledige set. Dat is gewoon fucking sick om die hier gewoon full barbarian. Weet je, dit ene in een stafkeer, mensen. Kijk, dit vind ik zelf niet eens heel boeiend dit. Waarom niet? Dit is natuurlijk gewoon puur voor het staf. Als natuurlijk roleplay, wat ook allemaal. Maar dit. Dit vind ik gewoon vet. En dit. Vind ik veel vetter dan het stafkeer. Dat, so be it. Damn. Legion. Black Sword. Studded Shield. Nou, niet zo speciaal voor de rest. Oké. Wat hebben we hierin zitten dan? Oeh. Dit is een verkeerde benaming, denk ik. Of een tree sword tip. Of het is wel gewoon echt een goede benaming. Maar in ieder geval ergens een stukje van een zwaard of zo. Iron chestplate protection 2. Zie ik niet op zitten, maar sure. Nog wat zwaarder, wat voor mij niet. Oh, wait a second. A purple king sword. Nog wat van deze rare bogen. We hebben hier iets. Dit is een spike shield. What the hell? Ja, sorry hoor mensen, maar ik moet dit toch even testen nu. Wauw. Oké. ik vind het zo fucking episch. Dit vind ik ook trouwens een nice shield, deze. Waarom dit heeft een beetje, zeg maar, zo'n ridderachtig iets sfeer met van die... Ja, hoe moet ik het zeggen? Opdruk erop, waardoor het, zeg maar, bij zo'n familieschild kan zijn of wat ook allemaal. Vind ik er vet uitzien. Wederom een epische ruimte met spullen. Damn. Er zijn hier toen nog heel veel iglo's die wij nog allemaal moeten gaan bekijken, mensen. Maar waar ik al bang voor was, is dat we dit toch wel in 2 video's gaan doen. Want ik moet nog behoorlijk wat. En er zijn waarschijnlijk nog veel meer loots en wat we natuurlijk allemaal kunnen gaan bekijken. Dat we het gewoon in 2 delen dan maar moeten doen. Staf-eiland is toch groter dan dat ik dacht. En er zijn toch veel meer spullen dan dat ik dacht. En nu ik het toch ben, mensen, we gaan gewoon lekker morgen dan waarschijnlijk gewoon lekker naar het volgende deel. We gaan weer verder kijken. Waarin we dan zeker ook dus de iglo van Kildor gaan kijken. Voor de mensen, dat is natuurlijk wel de admin. Van Plantcraft, als het goed is. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar wat daar natuurlijk allemaal in kan liggen. Het is ook een vele grotere iglo dan de rest. Dus daar moet goede loot in zitten. En dan gaan we daar morgen lekker kijken. En dan zullen we het wel gaan zien. Voor nu, mensen, allemaal natuurlijk enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Laat vooral even achter wat natuurlijk jij vond van deze video. En met name natuurlijk de loot hier op Staf-eiland. Vergeet ook niet natuurlijk meteen op dat abonneerknopje te klikken. En mensen, tot de volgende keer.